Dit is West in 60 seconden. Het aantal vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling is dit jaar in onze regio toegenomen. In het Westeinde ziekenhuis in Den Haag bijvoorbeeld, daar zijn 2 keer zoveel slachtoffers binnengekomen als vorig jaar. De stijging staat haaks op de landelijke trend, daar is juist een daling te zien. 8 mensen die zich rond de jaarwisseling hebben misdragen komen vandaag en morgen voor de rechter. Tijdens zogenoemde supersnelrechtszittingen moeten ze zich verantwoorden voor bedreiging en mishandeling van agenten, voor het gooien van vuurwerk naar agenten en voor het in brand steken van een auto. ADO Den Haag is gisteren in het vliegtuig gestapt naar Spanje. In Estepona bereidt de club zich de komende dagen voor op de tweede helft van het voetbalseizoen. En veel bekijk zaterdag voor Roy Donders in Zoetermeer. De stylist van de Zuiden was daar voor een signeersessie. Voor een handtekening moest je wel even geduld hebben. Sommige mensen hebben 1,5 uur in de rij staan wachten. Dit was West in 60 seconden.